20-jarig bestaan van de stedenband tussen Dordrecht en Bamenda en het 12,5-jarig bestaan tussen Dordrecht en Dordrecht-Zuid-Afrika werd afgelopen zaterdag uitbundig gevierd in de Trinitatiskapel. Wij willen dat de bevolking hier in Dordrecht kennis maakt met hoe het leven is in Afrika. Stedenband Dordrecht probeert inwoners in Afrika te helpen door onder andere het geven van zaden, zodat ze hun eigen groenten kunnen verbouwen. Ja, we proberen iedere keer weer een nieuw project te pakken te krijgen. Tegenwoordig is er minder geld beschikbaar ten opzichte van voorgaande jaren. Ja, de rol van de gemeente en het gemeentebestuur is wel wat bescheidener geworden. Wij proberen vooral te ondersteunen en te faciliteren. Er is ook wat bezuinigd op de stedenbanden. Dat kon ook niet anders, want je kan niet overal op bezuinigen en hierop maar niet. Maar de stedenbanden kunnen niet afgeschaft worden. Je ziet natuurlijk dat Afrika met een enorm probleem geconfronteerd wordt. Met enorme armoede en droogte. Dat veel Afrikanen ook hun heil zoeken in Europa. Dus ik denk dat het ook voor onze samenleving essentieel is om te blijven kijken hoe we ook met bescheiden middelen de mensen daar een beetje op weg kunnen helpen. Via ondernemers in Dordrecht wordt er geld opgehaald, maar ook in Afrika zijn er stichtingen die tegen de armoede strijden. Zo wordt er nu een dovenschool in Dordrecht opgericht.